De afgelopen tijd hebben wij in de gemeente Coevorden gewerkt aan een sport- en preventieakkoord. Dit hebben we gedaan samen met zo'n 50 andere organisaties, partners of verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen. Hoi, ik ben van de gymvereniging Sleen. Denk daarbij aan bedrijfsleven en aan welzijnsorganisaties, zoals het jongerenwerk. Hoi. We vinden het ook heel erg belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze gemeente. Dat iedereen aan sport kan doen. Daarvoor brengen we alle partijen aan tafel. Van korfbalvereniging tot GGD en van huisartsen tot zwembaden verbinden we om te kijken wat we voor en met elkaar kunnen doen. Door het sport- en preventieakkoord kun je van elkaar leren en dit gebruiken om je eigen vereniging ook gezond te maken. Samen elkaar ondersteunen en versterken. Daardoor hopen we meer leden te krijgen bij onze verenigingen in de gemeente Coevorden. En samen kunnen we de juiste mensen vinden. We gaan met elkaar voor een gezond Coevorden. Want juist meer leden betekent een gezondere en vitalere vereniging. En natuurlijk gezonde en vitale mensen. Samen met al deze partijen hebben we gekeken naar wat we graag willen doen in onze gemeente. Op het gebied van sport, bewegen en preventie. Hiermee gaan we starten na de zomervakantie. Ben jij nog geen partner van dit sport- en preventieakkoord, maar wil je je wel graag aansluiten? Dat kan gerust en doe mee.